Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer vertel dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen, gaat het ook deze keer weer anders zijn. Want waarom zou je niet je eigen graphic design studio opzetten? Nou, dat kan en dat is gebeurd. Want Gino, Suro de Major, gaat me daar alles over vertellen. Want hij is de oprichter en eigenaar van Studio Dave. What made is a little Q-Time? Hi Gino. Ik kan je naam niet goed uitspreken, maar ik heb mijn best gedaan. Is helemaal niet erg hoor. Ik ben gewend. Mijn naam is Gino Suro de Major. Oké, okay, Gino. Dat is goed. Dus denk aan een Japanse naam. Gino. Oké. Okay. Dat lukt het wel. Dat lukt het wel. Oké, okay, Gino. Ik ga het goed zeggen. Hoe gaat het met je? Goed. Studio Dave. Ja. Tell me everything about it. Want in deze tijd in Suriname een grafisch ontwerpstudio opzetten en ook nog weet je, een sustainable living ervan maken. How did it happen? How did you do it? Ja, ik ben begonnen ongeveer 10 jaar geleden met Studio Dave. Het is gewoon een kleine eigen onderneming, dus ik doe het zelf als eenmanszaak. En ja, het is wel een uitdaging natuurlijk om het sustainable te hebben. Maar gaandeweg, dan leer je hoe je daarmee moet omgaan, weet je, zaken doen en zo. Business. Dus dat is wel een uitdaging die ik aangegaan ben op een gegeven moment. En ik heb geen spijt ervan. You made it happen. Ja. So, vandaag is het een hele andere, een heel ander interview. En terwijl we gaan praten, ga je ook nog a live sketch. What's gonna happen? Ja, ik ga een live tekening van je maken, live drawing. Terwijl we bezig zijn. Omdat dat ook iets is wat ik de laatste tijd doe, is het maken van live drawings. Dus zijn ze meer cartoonstijl, een beetje karikaturistisch. Ja, heb je mijn goede zijde? Ik denk van wel hoor. Zei net al dat ik me net als Rose in Titanic voelde. Ja toch. Maar hoe ben je hierop gekomen? Like, hoe is je passie voor creëren, voor grafisch ontwerpen, voor tekenen ontstaan? En als ik denk aan mijn tijd tijdens tekenen op school, was het een struggle. Maar schijnbaar was het voor jou happy hour iedere Klopt. Keer. Ja, ik heb altijd van tekenen gehouden. Van jongs af aan, als kind, hield ik al van tekenen. Ik hield van stripboeken, tekenfilms en alles wat met tekenen te maken had, trok me heel erg aan. Dus ik ben zelf bezig geweest. Vanaf het begin al heb ik me laten inspireren door hele mooie tekeningen die ik overal zag. En zodoende heb ik het verder ontwikkeld. Ik ben later na HAVO ben ik naar de kunstacademie gegaan, AHKCO. En daar heb ik het vak een beetje meer gaan verdiepen. Oh, nice. Oké, so, ik heb wel echt een gekke vraag, maar ik denk dat iemand die kunst maakt en tekent. Als je dan bijvoorbeeld nu, ik denk dat het, is het Wasco? Is het krijt waarmee je tekent of kleurt? Maar als je naar de winkel gaat, ga je dan ook kijken van, is het Carioca of is het, ik weet niet wat voor kleurtjes en dingetjes te zijn. Heb je ook een preferentie waarmee je dan werkt, waarmee je tekent? Kijk, deze heb ik eigenlijk van heel lang al. Dit zijn Van Goghs, van Talens. En je hebt ook verschillende merken. De naam hoeft niet te weten. Ja. Ik wil gewoon weten als je iets hebt dat je gewoon denkt van deze kan je gewoon mooi kleuren en tekenen. Ja, dus dit zijn die soft pastels. Die zijn lekker. Dus daar kan je lekker mee kleuren. Maar eigenlijk het medium is verschillend. Je kan met aquarel, je kan met verf. Maar je kan ook gewoon met stiften of kleurpotloodjes. Kan je ook iets heel leuks maken. Dus ja, het is helemaal verschillend. Ik werk veel met zwart-wit ook. Dus inkt en kleur. Maar je kan ook bijvoorbeeld het laten scannen of een hele goede foto ervan maken. En het dan verder digitaal uitwerken. Dus daar heb je helemaal geen verf of kleurtjes voor nodig. Maar gewoon in een programma als Photoshop kan je daar verder inkleuren. Oké. Okay. Niet dat je los van het 2D gedeelte kan je dus ook gewoon digitaal dingen maken. Want ik zag je maakt logo's. Ik zag een aantal dingen op je page en er gebeurt heel wat. So, that you're making it happen. En toen heb je gezegd van, hey, dit wordt mijn business. Ik ga hier gewoon werk van maken. And you've been doing that ever since? Ja. Mm-hmm. Ik ben al ongeveer 25 plus jaar bezig. Een beetje mijn leeftijd revealen hier zo. Ik heb was nooit mijn sterkste, dus we gaan het gewoon horen. Je bent een professional. Dus, toen ik de academie, toen ik begon met de academie, ben ik gelijk ook gaan werken. Heb ik werk gezocht, dus. Bij Graficom ben ik toen begonnen, als zo'n grafisch bedrijf. En daar heb ik dus heel veel ook, dus los van de opleiding, ook geleerd hoe dat eraan toe gaat in het bedrijfsleven.
En na ongeveer ook van iets meer dan 10 jaar, in 2007 ben ik dus weggegaan bij Grafica, maar ik besloot om mijn eigen weg te gaan. Mm-hmm. In 2014 heb ik Studio Dave geregistreerd. Mm-hmm. Dus ja, ik zat een hele poos dat ik bezig ben daarmee. Ik doe grafische vormgeving, logo design, dus het creëren van een huisstijl. Maar ook dingen als advertenties. Tegenwoordig zijn er ook veel FB-posts en dergelijke. Mm-hmm. Dus als je dat in een mooie vormgeving wil hebben, dan kan ik die dingen ook ontwerpen en ontwikkelen. Dat is very nice. Yeah. Wanneer je zo dus hiermee bezig bent, because that is you make your living, je maakt geld ermee, je designt voor mensen, je kan, dus als ik goed naar je luister, billboards, posters, flyers, yeah, postings, whatever we need, yes, you can digitally design it. Yes. Maar wat je nu aan het doen bent, is eigenlijk ook iets dat vrijwel uniek is. Dat ik een feestje kan hebben of een evenement of een corporate event en dan kan jij eigenlijk daar gewoon langskomen en jij geeft ons allemaal een handmade quick portrait. Ja, klopt. Dus yeah, dat is eigenlijk mijn grootste passie, is tekenen. Mm-hmm. Grafische vormgeving is meer een beetje met het commerciële gedeelte. Mm-hmm. Weet je? Maar tekenen is echt iets waar ik heel erg veel van hou. Mm-hmm. En nu is er weer een beetje een vraag daarna. Want eigenlijk na COVID, mm-hmm, is het weer een beetje begonnen. Dat men gewoon wil dat je gewoon ergens komt en zit en dan mensen live tekent. Mm-hmm. Dus ja, dat is wat ik doe. Nu meer cartoonstijl, een beetje karikaturistisch, ja, maar realistisch ook kunnen. Maar dat neemt meestal een beetje meer tijd. Want hoeveel tijd doe je nou zo'n portret? Want ik ga niet vergeten, de manier hoe je kijkt naar mij, ik denk van mij, wat gaat er hieruit komen? Ik ben er bijna zenuwachtig van. Hoeveel tijd kost dit je normaliter? Dus één tekening, mm-hmm, een persoon tekenen, duurt ongeveer 10 minuutjes zo. Wow. Ja. Als ik lekker vlot ben. Het zou sneller of langer kunnen. Mm-hmm. Maar afhankelijk van hoe gedetailleerd je het wil hebben natuurlijk ook. En hoe rustig de persoon zit natuurlijk. Doe ik het goed? Ja hoor. Als je dit doet, want terwijl ik hier zit en ik val voor vol spanning zit ik te wachten op wat ik ga krijgen. Maar wat is het gevoel dat je hierbij krijgt als je straks zo'n portret af hebt? Of wanneer je zoiets af hebt en aan iemand geeft en je ziet de satisfaction, de happiness. En without knowing, maar misschien weet je zelf dat je ze ook gewoon een blijvende memory geeft. Van die dag toen die ene meneer waar we zaten een mooie tekening van ons heeft gemaakt. En we waren allemaal blij en we hebben het nog steeds in ons huis. Wat doet dat voor jou? Ja, dat is een enorme genoegdoening. Mm-hmm. Dat je mensen blij kan maken met iets dat toch blijvend is. En dat ze dus eigenlijk gewoon thuis kunnen hebben als een kunstwerk. Mm-hmm. En dus je maakt mensen blij en je hebt iets blijvends voor als een leuke herinnering. Mm-hmm. Voor zeg maar een event of een moment. Ja. En als ik nu iemand zit thuis en denk van, wacht even, dit is wat ik nodig heb. Ik heb straks iets te vieren en er moet iemand hier komen. Waar zouden ze je dan kunnen vinden? En voor je, of tenminste, geef eens antwoord op die vraag, want dan heb ik nog iets anders. Want ik kijk naar het logo en je vertelde me iets over de naam Dave, dat ook voor iets staat. Ja, dus ik ben te bereiken telefonisch op 853-9925. Dus mensen kunnen me daar bereiken. Ik heb ook een Facebook-page, mm-hmm, en Instagram en LinkedIn. Mm-hmm. Ben ik ook te bereiken onder studiodave.suriname. Okay. Dus daar kan men me bereiken. En wat Studio Dave betreft, mm-hmm, ja, dit is eigenlijk mijn tweede naam, Dave. Mm-hmm. Dus ik heet eigenlijk Gino Dave, Sura Di Mejo. Mm-hmm. En daar heb ik daarvan mijn bedrijfsnaam gemaakt. Charlene. Is mijn zusje. No way! Oké, now it makes sense. Now it makes sense. Oké, small world. It really is. Je bent al een tijdje in de game, 25 jaar. Als ik jullie zou vragen, what is your favorite piece you ever created? Wat is het leukste of het mooiste wat je volgens jou ooit hebt mogen tekenen of dat leven kunnen brengen? Zo, dat is een moeilijke. Hopelijk mijn next. Nou, weer mooi gaan zitten. Ja, toch? Ja, ik ga echt met die instelling. Mm-hmm. Ben ik bezig van, mijn next piece has to be my best piece. Mm-hmm. Dus het lukt niet altijd, maar ik doe mijn best om dat te verwezenlijken. Mm-hmm. Dus dat je steeds naar grotere hoogte kunt gaan.
Nou, ik ben blij dat het een van die hoogtes is. Ik vind het enorm spannend wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe het allemaal vorm krijgt. En stel, iemand kijkt op nu van, hey, luister dan, ik wil morgen 20 posts voor Facebook van je hebben. Mm. Of ik heb een hele grote vraag nodig. Wat is het proces precies? Wat is de tijd waarmee we rekening moeten houden? Mm-hmm. Dus moeten we alleen een appje sturen of naar de page gaan? Moeten we een mailtje sturen? Wat is de proces? Waarschijnlijk de persoon zeggen 20 posts in één dag. Mm. Is net even te veel. Dus ik denk dat we de tijd gaan moeten bekijken van, hoeveel ga je nodig hebben? Mm. En dan kunnen we kijken van, wat voor stijl wil je het hebben? Wat zijn je kleuren die je wil gebruiken? En de teksten. En dan kunnen we altijd iets moois daarvan maken. Mm. Dus dat is, het is afhankelijk ook van de klant. Ik probeer ook zoveel mogelijk in het hoofd van de klant om te kijken van hoe zij denken en wat voor stijl zij iets willen hebben. Mm. Of op welke manier ze iets willen hebben. En dan probeer ik mij dan ook een beetje te plaatsen in de zienswijze van de klant. Hoe zij iets willen verwezenlijken. Nou, dat moet het wel lukken. Ja, dat zal het wel zeker lukken. Ik vind het een enorm spannend gesprek. En ik ben heel blij dat je bij ons in de studio bent geweest. Of vandaag hier nog bij ons bent. Ja. En ik kan je niet uitleggen hoe ik het vind dat je van iets wat je heel leuk vindt, je werk hebt gemaakt, wat niet eigenlijk een traditionele job is, wat je zou denken van, hey, vandaag sta ik op en ik word tekenaar of ik word grafisch ontwerper en ik heb dit als extra dat ik ook kan doen. Ja. Dus ik hoop dat mensen die ook zo artistiek zijn naar je kunnen kijken en inspiratie uit jou kunnen halen, dat je ook gewoon van jouw passie je werk kan maken en dat je ook gewoon een fulfilling life kan leiden. Ja. So, thank you for sharing your story with me. En ik ben benieuwd of voor werk je nog meer tot leven gaat brengen. Graag gedaan. Het was heel leuk om hier te zijn met jou. En ik hoop dat ik nog iets herkenbaars van je gemaakt heb. Nee, ik hoop het ook. Maar dat gaan we straks zien. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Gino Surodimejo van Studio D bij ons in de studio. En hij is een kunstenaar, een tekenaar, een grafisch ontwerper. He literally brings art to life. Dus als jij vandaag hebt gekeken en denkt van, hey, ik heb deze man gewoon nodig op mijn event. Want hij doet ook live drawings, karikatuurstijl. Hij maakt mooie dingen. Ga je naar die Facebookpagina, Studio Dave. En daar kan je zijn werk zien. Als jij denkt van, hey, ik heb dit nodig voor mijn event. Stuur hem een appje. Stuur een berichtje. Because this is something very artistic. Something that doesn't come always. And I think you should really use it. And hire this guy to bring your event, your party, your corporate or social thing. And give it the extra razzle-dazzle. Because Studio Dave had it well at jullie geven. And remember, your time plus my time is Q time. Okay, this is the big reveal. We zijn al zover. Okay, nu is het. Yes. Moet ik mijn ogen dicht doen? Nee, hoeft niet. Okay. Ik ga het gewoon voor je omkeren, alsjeblieft. Oh my god! This is amazing! What? Twin. Wow. Alsjeblieft. Meneer Gino. Wow. Dit is prachtig. I have no words. I have words, but dit is prachtig. Nou, ik hoop dat je mag genieten en dat je het ergens kan. Een leuk plekje voor kan vinden. We gaan het zeker prima. Thank you so much. Alsjeblieft. Wow. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.